Fabio, proficiat met jouw Belgische titel. Was het een beetje verwacht? We hadden ons geld een beetje op de broers gezet. Ja, ik geef wel toe dat ik sowieso de favoriet was samen met mijn broer. En dan ook nog eens ja, extra, moet ik zeggen, extra hulp, laat zo zeggen. Het was verwacht, maar er moet nog altijd de eerste wedstrijd gereden worden. Er waren toch nog een deel mannen die wat, en samen met die amateurs moeten we een beetje altijd afwachten hoe de wedstrijd gaat. Jullie hebben de wedstrijd ook hard gemaakt van in de eerste meters, hè? Ja, op zich wel. Ja. Dat was een beetje toch wel de bedoeling. Als je de betere bent, dan moet je ook wel een lange wedstrijd, dan kun je het beste daarvan maken. Was er iets afgesproken met je broer? Op zich niet. Het was gewoon één van ons twee moest winnen. Dat was absoluut de, en dan kijken hoe de wedstrijd ging, wie de beste zich in de wedstrijd voelde. En op zich, ja, het hele jaar door ben ik al net een tikje beter. En ik kon ook wel net het verschil nog maken. Dus dan was dat makkelijk. Er moest niks meer afgesproken worden. Is het misschien makkelijker vandaag zonder Wout van Aert in de wedstrijd? In verband met Maastricht? Ja, je moet gewoon kijken. Het is een ander klassement. Dus ik ben nu nog altijd een master. Ik ben al 35. Ik heb een gezin, een dochtertje. Dus dat op tafel ligt. Ik weet, Rutger is in vorm, ja, sowieso. Maar ik heb al nog weinig geregeld. Dus ik zou nog wel eens af en toe eens hem proberen een beetje moeilijk te maken. Jouw broer heeft jou goed bijgestaan in deze wedstrijd, denk ik. Een wederdienst in de toekomst naar je broer toe? Zoveel als hij wil. Oké. Okay. Ja, absoluut. Maar dus, wij gunnen het elkaar. Het is gewoon zo. Als hij nu beter was, dan was hij gewonnen gehad. En dan was ik even blij geweest. Dus, we zijn de broers Porco die wat... De bloemen voor Nathalie. Misschien nu nog een ring? Absoluut, sowieso.